Ik ben blij dat ik dit kan doen voor mijn kleindochter. Het spannendste vind ik of het goed gaat met haar. Dit is het ongelooflijke verhaal van een oma die het leven redt van haar kleindochter. Ik wil niet tegen. Lexi. Dit is Lexi, pas 4 jaar oud. Ze heeft een ernstige nierziekte. Lexi, daar was zitten. De angst dat je je kind gaat verliezen, die overheerst. Door Lexi de nierziekte groeit ze bijna niet. Ze moet iedere dag de medicijnen slikken. Ze is moe, ze kan niet altijd naar school. Ze heeft een heel streng dieet. Omdat haar nieren niet meer werken, is Lexi afhankelijk van buikdialyse. Via een slangetje in haar buik wordt haar bloed schoongespoeld met een dialyseapparaat. Maar de gevolgen zijn ingrijpend. Elke nacht ligt Lexi 12 uur lang letterlijk vast. Ik wil haar niet iedere avond aansluiten aan een apparaat. Maar als zij niet dialyseert, dan gaat zij zichzelf vergiftigen en dan gaat zij uiteindelijk dood. Haar verdriet is het moeilijkst. Zij wil ook niet aan die computer iedere avond. Zij wil ook niet zichzelf zien met een slang in de buik. Ik wil dat mijn kind gewoon kan doen wat ze hoort te doen als kind. Zullen we een potje kwartetten? Ja! Doe jij delen? Ja. Even oma. Niet alleen haar moeder, maar ook Lexi's vader en oma staan dag en nacht voor haar klaar. Ja? Yay! Als oma zie ik een zieke kleindochter, maar zie ik ook een dochter die het heel moeilijk heeft daarmee. Ik gun haar een leven zoals ieder ander kind. Daarom besluit de oma van Lexi haar het mooist denkbare te geven. Haar eigen nier. Zij gaat ervoor zorgen dat mijn kind gewoon weer kan opgroeien. Als mijn moeder dit niet doet, dan houdt alles op. Ja, dat betekent alles. Meer dan alles. Het is zover. 9 mei. De dag van de transplantatie. Zet hem op, hè? Ja, ook. We kunnen het. En niks komt ook. Doei, schat. We hebben hier heel lang naar uitgekeken. Ik ben blij dat ik dit kan doen voor mijn kleindochter. Het spannendste vind ik of het goed gaat met haar. Doe maar het even. Je hoeft geen prikje. Ik wil niet tegen. Lexi, je hoeft geen prikje in je ving. Goed? Terwijl oma wordt geopereerd, wacht het gezin in spanning af wanneer Lexi mag komen voor haar nieuwe nier. Het is heel spannend nu. Als het maar met mijn moeder goed gaat en dat ze niet dadelijk bellen van oh nee, de nier ziet er toch niet goed uit. Dat komt wel, spookt wel door je hoofd. Nu gaan ze de nier van oma eruit halen en die gaan ze dan in jouw buik stoppen. Ja, maar ik weet niet hoe. Ging je nog zwaaien naar iedereen, toch? Ja. Ja, net wat op. Ik ga een nieuwe nier krijgen. Oh, hier nog en dan wordt ook Lexi opgeroepen. Eindelijk krijgt ze haar nieuwe nier. De spanning is om te snijden. Ja, en nu moeten we wachten. 6-7 uur ongeveer. Er begint een heel ander leven voor ons vandaag. De operatie is geslaagd en de opluchting overheerst. Met de nier van haar oma werkt Lexi aan haar herstel. Ze is niet meer afhankelijk van dialyse. Gaan we naar de speeltuin? Ja! En dan ben je enorm opgelucht en blij en dan staat er een nieuwe toekomst. Ik zou het zo weer doen. Ik zou er weer geen dag over overdenken. Geen nacht, geen dag, niks. Maar dan slaat het noodlot opnieuw toe. 4 maanden na de transplantatie wordt Lexi getroffen door een virusinfectie die kan leiden tot afstoting van de donornier. Wekenlang ligt Lexi op de intensive care. Weer leeft het gezin in spanning, bang dat Lexi het niet gaat redden. Na 5 weken krijgen de artsen het virus onder controle. Voorzichtig durft het gezin weer vooruit te kijken. Lexi moet altijd medicijnen blijven slikken tegen het afstoten. En het is enorm spannend, dat zal het ook blijven, maar dit is wel wat we altijd hebben gewild. Goed omhoog. Als je ziet hoe het gezin opgeknapt is, dat ze weer dingen samen kunnen,
ja, dan is het gewoon waard geweest. Zonder transplantatie had mijn kind geen toekomst gehad. Ik hoop dat iedereen donor wil worden. En ik hoop dat iedereen die net zo ziek is geweest als mijn dochter weer een toekomst krijgt. De Nierstichting zet alles op alles voor het verkorten van de wachtlijst en succesvolle transplantaties, zodat nierpatiënten zoals Lexie hun leven terugkrijgen.